Fons Groenendijk, ik moest denken aan een uitspraak van jou. Degene die het meest fris is, heeft een streepje voor. Waren zij vandaag iets frisser in de eerste helft? Ja, in ieder geval effectiever. Ja, want alles vloog er wel in. En ja, dat is dan zo. Hè. Die conclusie kun je trekken. Maar ja, ik vind wel dat we onszelf vanavond ook tekort hebben gedaan. Ik heb heel veel verwijten gezien naar elkaar of negativisme richting de scheids. De grote kracht van dit ADO is dat je ten alle tijde een team blijft. En dat vind ik vanavond niet goed. En ik hou daar niet van. Ik heb dat de jongens ook gezegd. Ik ben er niet gewend. En dat vond ik vanavond echt heel vervelend om te zien. Enig idee hoe dat er nu in speelronde 35 inkomt? Nou ja, dat is natuurlijk irritatie omdat we er allemaal veel meer van hadden verwacht. En we hadden ons heel veel voorgenomen. Ja, dan verlies je hier op die manier. En ja, dan heb je ook nog zelf best wel behoorlijk wat kansen gehad ook. Dus het had ook zo 5-5 of 6-6 kunnen zijn. Maar zij hebben natuurlijk eigenlijk vrijwel elk moment dat ze voor de goal kwamen, hebben ze gescoord. En ja, wij waren onszelf niet. Ik heb ook, dat zeg ik, dat zie ik ook aan de spelers. De lichaamstaal was niet goed. En als team bij ADO is de grootste kracht dat je ten alle tijde bij elkaar blijft. En als je dat niet doet, dan hadden we nooit op de 7e plek gekomen. Dus dat is de kracht. En helaas zijn we dat vanavond vergeten. Hoe ga je het nu in aanloop naar zaterdag doen? Nou ja, dat zal morgen wel praten worden hierover natuurlijk. En kijken, we hebben veel fouten gemaakt, ook verdedigend natuurlijk. Goal simpel, ook uit spelervattingen, wat het hele jaar eigenlijk een kracht is. Ja, dat is ons vanavond allemaal overkomen, uitgerekend op dit moment dat je play-offs speelt. Waar we misschien met z'n allen nooit op gerekend hadden, maar als je er dan staat, probeer dan ook natuurlijk het allerbeste ervan te maken. En ik denk dat daar ook de irritatie vandaan kwam, dat vanavond natuurlijk niet gelukt is. Heb je nog wel een scenario in je hoofd hoe het zou kunnen? Ja, je moet natuurlijk altijd sowieso spelen om met opgeheven hoofd dit seizoen af te sluiten en te proberen alsnog daar te winnen. Ja, en dan zal je gelijk in het begin natuurlijk moeten scoren en dan kijken hoe ver je kan komen. Maar ik vind dat je er altijd voor moet gaan. Dat hoort bij ADO. Je mag nooit, nooit, nooit opgeven en dat wil ik zeker niet zien. En ik wil positief eindigen.